Het zal nog even duren voordat het vertrouwen in het Surinaams financieel stelsel weer opgebouwd wordt. Dit zei financiënminister Stanley Ragubashing gisteren tijdens een persmoment op zijn departement. De minister stelt dat de greep in de kasreserves van de centrale bank de grootste reden is voor het verlies van het vertrouwen in het stelsel. De greep naar de middelen van de banken de gelden van de banken, de kasreserves. Dat die greep in die kasreserves enorme schade hebben aangericht aan het vertrouwen in het systeem. En dat vertrouwen moet heropgebouwd worden. De centrale bank wordt weer opgebouwd. Dus het duurt even voordat dat vertrouwen weer opgebouwd is en iedereen er vertrouwen in heeft. In Guyana is dat vertrouwen gegroeid en daarbij draagt iedereen draagt gewoon 100% af. No problem whatsoever. En ik denk dat we hoeven daar niet eens naartoe te groeien. Maar ik denk dat er wel een vertrouwensprobleem is. Ik geef een beetje een lang antwoord. Er is nooit één enkelvoudig probleem. Maar er is een complex van factoren. We werken aan een heleboel factoren tegelijk om dit goed te krijgen. Ragubashing zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het proces om te werken aan het economisch herstel zal maken dat er schot in de zaak zal komen. Wat goed loopt op monetair gebied is volgens de minister dat de valutaverdiensten voor Suriname oplopen. Dus de repatriëring, dat is een goede zaak. Omdat als die valuta op Surinaamse bankrekeningen staan, dat al een heel groot voordeel is. Het tweede is retentie. Dus repatriatie, retentie. Wie draagt af? En afdracht betekent niet dat je het gratis geeft aan land. Die afdracht betekent je verkoopt een deel van je dollars ten behoeve van de gemeenschap. Want je hebt die dollars zelf ook nodig om je bedrijf verder te draaien. Je hebt niet al die dollars zelf nodig. En vroeger was er een probleem omdat er verschillende koersen waren. Niemand wil een dollar verkopen voor 10 en hem morgen weer voor 20 verkopen. De minister stelt dat probleem nu verholpen is. De koersen zijn volgens hem uniform, waardoor de samenleving valuta kan kopen. Aan de andere kant zijn er speculanten actief op de valutamarkt, hetgeen niet nodig is.